Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in Brightland? Nou, zo te zien, ik niet, want ik ben veel te dik. Daar moet wat aan gedaan worden. En daarom heb ik een interactieve spiegel mijn huis binnengehaald. Die moet dienen als fitnesscoach. De vraag is, gaat die me helpen om kilootjes af te vallen? Of wordt alleen mijn portemonnee maar lichter? Hoi, hier David van Bright. Dit is de Fitter Smart Mirror. Deze slimme interactieve spiegel moet mij als een virtuele coach begeleiden tijdens mijn fitnesstrainingen, zodat ik zo snel mogelijk wat van dat buikvet kwijtraak. En het aanbod van trainingen is heel groot. Dat varieert van schaduwboksen tot reactiespelletjes. Er is iets voor kinderen en voor senioren. Je kunt gewicht heffen, je kunt fietsen. Noem het allemaal maar op. Maar eerst even wat algemeens over deze Fitter Smart Mirror. Deze slimme spiegel is van Nederlandse makelij en het bedrijf Fitter heeft vorig jaar een pro-versie op de markt gebracht. Die is wat groter en die kan je terugvinden in sportscholen, maar ook in hotels. Maar deze is meer geschikt voor de consument, voor thuisgebruik. Hij is gewoon ietsjes compacter en past daarom beter in je huis en neemt gewoon wat minder ruimte in beslag. Deze slimme spiegel heeft iets weg van een gigantische smartphone. Hij draait namelijk ook op Android zoals deze smartphone. Hij heeft een touchscreen en hij heeft ook een camera ingebouwd. Die camera die zit hier achter het scherm verborgen. Natuurlijk kan je niet bellen met deze spiegel en ook niet appen. En je kunt ook niet fotograferen met die ingebouwde camera. Maar die camera heeft wel degelijk een functie. Tijdens het trainen kijkt hij naar jouw bewegingen en herkent ze. Geef je dan een score en vertelt je soms ook of je het goed doet of fout doet. De Fitter biedt twee soorten trainingen. Je hebt enerzijds de spellen, zoals zij dat dan noemen. Het schaduwboksen en de reaction game. En dat zijn apps ontwikkeld door Fitter zelf. En die maken gebruik van de interactie van de spiegel. En dan zijn er nog de vele fitness trainingen verborgen onder dit hoofdstuk. Maar we gaan eerst eens even schaduwboksen. Bij het schaduwboksen kan ik kiezen tussen een sessie op de boksenzak of de padsessie. En ik moet even aangeven of ik links voor sta of rechts voor sta, wat mijn niveau is en hoe lang ik een ronde wil laten duren en hoeveel rust ik in zo'n ronde wil hebben. Ik zet hem even voor het gemak nu op 1 minuutje. Ik heb nog niet veel getraind. En laten we maar eens beginnen. Nou, het eerste wat de spiegel mij zo direct gaat vragen is om mijn positie in te nemen. Dat zie je aan dit rondje, want nu sta ik te dichtbij. Dit rondje geeft aan dat die camera naar mij kijkt en dat ik in de goede positie sta. Nou moet ik hem gaan volgen. Dus zo direct, hij is nu aan het aftellen. Directe. Jab. Rechterhoek. Nou, die rechts. Rechter of stoot. Linkerhoek. Lichaamstoot. Nou, ik heb het nu al warm, dus op zich werkt dit vrij goed. Ik heb wel een beetje problemen met de linkerhoek. Nou weet ik niet of dat door lichtinval komt. Ik heb hier nu wat lampen staan. Maar op zich kan je hier een flinke workout van maken. Zoals je ziet houdt de Fitter een score bij. Als guest word ik langzaamaan ietsjes beter. Maar ik heb nog wel wat te mappen voordat ik boven de 1000 zit. Zal wel aan mijn reactie liggen. Dus ik ga eerst even de reactiegame spelen. Met de reaction game test je je reflexen. En het is voor veel mensen een oude bekende. Je hebt ze ook in de vorm van lampen in een grid. Die lampen gaan om en om aan en jij moet zo snel mogelijk die dingen wel of niet aanraken afhankelijk van de kleur. Dus laten we maar eens gaan kijken wat mijn reactie is. Nou, hij staat natuurlijk op beginner, dus dat is vrij makkelijk. Die mag ik niet aanraken, maar die wel. En die ook. En die niet. En die wel. En die niet. Oh, wel. Oh. Die niet. Nou, hij staat nu wel erg makkelijk nog. Maar straks wordt het moeilijker. Nou, die moet meteen. 1 hour later. Ik moet nog wel even oefenen voordat ik helemaal bovenaan sta. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Want een nadeel van zo'n interactief spel met aanraking op een grote gladde spiegel zijn al die vlekken. En degene op nummer 1, ja, die heeft veel meer vlekken op zijn spiegel dan ik.
Hoogste tijd om hem maar weer eens schoon te gaan maken. Naast vlekken op de spiegel is er nog een groot ander nadeel aan de Fitter slimme spiegel. En dat is namelijk dat schaduwboxen en reaction game eigenlijk de enige twee apps zijn die Fitter levert die echt gebruik maken van de interactie van die spiegel. We hebben het gezien bij schaduwboxen herkenning van bewegingen via de camera en bij de reaction game het aanraken van het scherm. Nou is het wel zo dat onder fitness trainingen er een enorm aanbod is aan workouts, ik geloof zelfs iets van 1500. Maar de interactie is daar zeer beperkt en het zijn eigenlijk meer videocoaches die eigenlijk laten zien wat voor oefeningen je moet doen. Om je een idee te geven hoeveel trainingen er wel niet aangeboden worden, ga ik alleen even naar strength en conditioning kijken. Via het internet haalt hij de coaches op, zoals ik dat dan noem. En ja, dat zijn allemaal filmpjes en het is echt een waslijst waar je uit kan kiezen. Dus dat maakt het bijna moeilijk om iets leuks te kiezen. Je kunt ook via deze menu's bijvoorbeeld kiezen voor een duur van de training. Nou, type training, maar ook je niveau. En ik zie hier meteen 30-minute brutal strength workout. Ik denk dat ik deze maar eens even ga proberen. Je ziet in dit vakje mijn silhouet. De camera die ziet mij en die registreert de bewegingen. Nou, is dit een prima workout? Ik zet hem even op pauze. Ik ben nu al een beetje moe. Maar je ziet hier een getalletje, activiteit. En dat komt uit die beweging die camera constateert. Alleen, het is mij een soort abracadabra. Wat dat nou eigenlijk inhoudt. Want als ik bijna niks doe en ik ga een beetje met mijn armen wapperen, dan krijg ik ook allerlei activiteitsscoren. Let maar op. Zo kan ik de boel wel neppen. Dat betekent natuurlijk wel dat ik daar niet afval. Maar het gaat mij er eigenlijk om dat ik niet goed begrijp wat het idee achter die camera is bij deze trainingen, bij die videocoaches. Op zich is er helemaal niks mis met die workout zelf, maar wat je al zag, die interactie, ja, dat lijkt net alsof er helemaal geen intelligentie achter zit. Dat hij gewoon wat beweging registreert en jou een score geeft. En dat zie je nog sterker bij de afdeling fietsen. Nou kan je kiezen voor een coach die jou bij het spinnen motiveert om wat te doen. Of je kunt gewoon voor een landschapje kiezen om indoors te gaan fietsen. Ja, en dan zie je meteen, bijvoorbeeld in dit filmpje Along de Amstel bij mij in de buurt, dat ik eigenlijk alleen maar een beetje bewegingen moet maken en dan heel licht. En dan zie je de activiteit, die zie je omhoog gaan. Ja, en wat zit hier nou achter dit getalletje? Ik vind het een beetje vaag en een beetje jammer. Als ik deze Amstelrit had afgemaakt op de fiets, dan had ik een mooie score kunnen verdienen met badges. Dat is allemaal leuk en aardig. Hij heeft ook een webapp en daar kan je het ook een beetje bijhouden. Die is nog een beetje in de maak. Je kunt trouwens instellingen veranderen, waaronder het volume van de Fitter, door te swipen, net zoals je dat gewend bent, bij een telefoon. Dan krijg je gewoon de interface van Android te zien. Ik kan hier, waar zit die sound? Kan ik het volume aanpassen? Ik kan naar home, dan zie je ook meteen dat het gewoon Android is. En ik kan bijvoorbeeld, als ik die speakers niet wil gebruiken, via de instelling ook een Bluetooth headset opzetten. En als ik weer terug wil, dan zit ik gewoon weer in de Fitter app. Op zich vind ik het idee achter deze Fitter slimme spiegel leuk bedacht. Gebruik augmented reality om de bewegingen van iemand die aan het trainen is voor die spiegel waar te nemen en ook te herkennen. En gebruik dat vervolgens om ze te coachen. Nou, dat werkte best goed bij schaduwboxen. En de touchscreen werkte leuk met die reaction game. Even los van alle vlekken. Maar ik heb toch een beetje een probleem met deze slimme spiegel. Want het aanbod van die apps die gebruik maken van die interactie, die is gewoon beperkt. Ja, ik heb begrepen dat Fitter andere apps aan het maken is, maar nu is het alleen schaduwboxen en reaction game. En bij die 1500 fitness trainingen twijfel ik heel erg aan de toegevoegde waarde van die camera die ja, een soort
bewegingen met willekeur waarneemt en daar een score aan verleent. En dat zou allemaal niet zo erg zijn als deze spiegel niet zo ontzettend prijzig was. Hij kost namelijk €1.495. Dan heb je een maand voor op de muur. Wil je die standaard er nog bij, dan moet je nog eens een keer €360 neertellen. En je moet ook nog eens een abonnement nemen per maand van €29,95. Ja, met dit ding kan je afvallen, in betere conditie raken en sterker worden. Maar één ding is zeker, je portemonnee wordt ook een stuk lichter. Nou ben ik benieuwd wat jij Fitter zou adviseren als het gaat om nog meer van die interactieve games. Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef een lel op die bel als je een notificatie wil als er een nieuwe Bright video verschijnt.